Wat mooi dat het zo'n afstand een vis vangt. Zeg je? Oh! Oh! Hoppla, hier moet er eentje uit. Ja! Meteen. Ja, meteen beginnen met draaien. Ja, meteen weer draaien. Nu op. Nu op. Ja, ja. Ja! Oh, gast! Hekken! Hebben! Oh! Wat vet! Lekker, gast! Wat sick! Nice! Kerel! Wij gaan even iemand ophalen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Abel. Hallo. Abel is een legend. Ik heb hem laatst gezien op het Jeugdjournaal. Die jongen had een leuk interviewtje gedaan, leuk gevist. En ik dacht, die gast die moet eens dus een keertje een dagje meenemen. We gaan vandaag vissen in Zwolle. Daar is volgende week het WK Street Fishing. Wij gaan even kijken of we daar een mooie vis kunnen vangen, toch? Ja, ja? Zeker. En ik ga je wat meer vertellen over het WK. En we gaan hopelijk even een paar dikke eruit halen. Waar zijn we? Ja, de viswinkel. Met de viswinkel, ja. We zijn in Zwolle. We gaan even naar Zunnebelt, de plaatselijke hengelsportzaak. Moet hier naar rechts, maat. Want daar werkt mijn grote vriend Bernard. En ik weet niet of jullie heel toevallig nog de video weten dat ik met Bart ging vissen. De beatboxer, Nederlands kampioen beatboxen. En toen gingen we ook hier in Zwolle vissen. En toen had ik even bij Zunnebelt gevraagd. Wat moeten we gebruiken? Waar moeten we mee vissen? Het hadden met de tips van Bernard super goed gevangen. Dus we gaan weer even kijken of hij er is. Of we wat tipjes kunnen krijgen. Even kijken welke aasjes we moeten kopen voor vandaag. Ben je wel eens in deze winkel geweest? Nog nooit. Nee? Nee, ben benieuwd. Mooie winkel hoor. Ja, gaan zien. Ja, ik vis dus vandaag met Abel. Wordt super lachen. Hij is echt een goede visser. Tenminste, naar wat ik gezien heb. Hoe oud ben jij? 13. 13? Ja. 13 jaar. Nou ja, we gaan het eens even zien. Hij praat in ieder geval lekker vlot voor de camera. Dus is leuk. En we gaan eerst even kijken of we snoek kunnen vangen. Ja, dat moet lukken toch? Ik denk het ook wel. En daarna gaan we lekker streetvissen. Gaan we even kijken hier in de stad of wat moois vangen. Volgens mij... Staan we dan? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraagje. Jij komt hier natuurlijk, jij werkt hier. Jij hoort elke dag van de klanten waar ze vis opvangen en waar. Maar ja, wij komen hier niet uit de buurt. Twee vraagjes. Waar moeten we ongeveer zijn? En welk aasje hebben we nodig vandaag? Laat ik je even zien. Ja, is goed. Top. Ik ben benieuwd of het weer een netrig is. Het is altijd goed, hè. Lokale informatie. Dat is belangrijk. Ja. Altijd de locals vertrouwen. Je moet ze kennen, hè? De ProSets. Die doen momenteel heel goed. Ja? Op de loodkop. Ja. En... Nou, dat doet goed. Oké, okay, nice. Dus gewoon shedjes. Shedjes. Niet super traag, gewoon... Nee, je hoeft nog niet traag te vissen. Nee, okay. Het is zijn redelijk veel momenteel. En waar moeten we zijn? Een stuk van de mediamarkt. Oké, okay, top. Die maakt tot pannenkoekenschip. Top. Dat is goede info, Abel. Heel wat aan. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dan gaan we sowieso een aantal van die shedjes van jou meenemen. En heb je nog andere aasjes waar je nog wat over hoort? Of, ja. OSP Shrimpies. Dat, die doen het goed. Ja. En ja, en de netrig. Netrig blijft altijd goed. Ja. Welke kleur? Dat heb jij niet, hè? Halen we ook even wat van. Ja, daar heb ik er twee van. Ja, daar halen we ook even wat van. We zijn wel flink bezig met de verbouwing. Ja, ik zag het, ja. Even kijken, wat is de kleur? Ik heb al nees. Nees. Oeh. Die is goed. Ja? Dit is hem. Top, man. Top. Wij hebben genoeg informatie. Altijd top om even naar je lokale hengelsportzaak te gaan en wat dingen te vragen. Wij weten in ieder geval waar we mee moeten vissen vandaag en waar. Wij gaan aan de slag. Waarvoor? Ja. Top. Hey, wat zien we nou? Ja, allemaal nees. Mooi spul. Ja. Oh. Meenemen. Dit is het kleurtje, maat. Ja? Ja. Nou, laten we even snel wat spulletjes pakken. We moeten sowieso een paar van die pro-shetjes, een paar van deze meenemen. Ja. Nees heb ik nog genoeg bij me. Maar in ieder geval, het is mooi om te horen dat ze ook gewoon op jig goed vangen. Ja, dat gewoon is lekker. Gewoon even... een beetje snel vissen. Ja, precies. We moeten hier even kopjes voor hebben, voor deze. Zo, bakje vol? Ja. Zo. Waar zitten we dan? We zijn bij de water. Bij de water. Ik heb wat voor jou. Die zijn voor jou. Die mag je hebben. Dankjewel. Belangrijk, even om te weten, eigenlijk kan je deze best in de verpakking laten. Want deze smelten je andere sheds. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Dus deze... Ja, ja. Moet je mee oppassen. Ja, jij zei dat je nog geen twitch bait had. Nee. Mag je hebben. Oh, thanks. Cadeautje. Dik. Dankjewel. Alsjeblieft. Grote vriend, we zijn er bijna klaar voor. Ik maak nog even een spinnerbait voor jou klaar. Want dit eerste water, er zit super veel snoek. En die vang ik hier eigenlijk het beste met een spinnerbait. Kijk. Cadeautje. Mijn favoriete spinnerbait. Ja? Een Nace Maze Runner. Abel, ik ga je een trucje laten zien. Als jij fluurcarbon gebruikt voor het snoeken van 80 honderdste of dikker, ja, dan kan je een knoopje maken en ik weet niet
hoe de knoop heet. Ik noem het al de Luc Koppens knoop, omdat ik het van hem heb geleerd. Je maakt een oude wijfknoop. Mm-hmm. Zo. Ja. En dan haal het doorheen. Ja. Zo. En dan wil ik hem ongeveer zo lang hebben. Dan druk ik hem even samen met mijn vingers. Dan haal ik hem er weer even uit. Dan knip ik hem half centimeter achter, knip ik hem af. Pak een aansteker. Dan maak je een paddenstoel erop. Nou, even opdrogen. Nou, je aasje doorheen. Nou, door het oude wijfknoopje heen. En dat is heel sterk. Ja. Zo. Hier heb ik mijn PR-snoek opgevangen. Dik. Die is nog nooit stuk gegaan. Ik had zo een beetje hem zo om dat lijntje heen eruit. Is klaar. Slip. Makkelijk, hè? Ja. Goed, ben je er klaar voor? Ja, zin in. Jij bent er al lang klaar voor, hè? Je moest weer op mij wachten, slome duikelaar. Ja. Nou. We zijn er klaar voor. We gaan vissen. Eerste worpie. Hier. Een meerkuut. Het is niet diep. Beetje tussen de planten doorvissen. En ik krijg de aanbeter vaak voor mijn voeten. Dus ik sta niet te dicht bij het water vaak. Een metertje eraf zo. Nou, het is best helder. Maar het heeft een beetje een raar kleurtje of zo, het water. Loop hier even een rondje en dan gaan we de stad in. Oh, ik mis er één. Ja? Ja, ja. Alleen moet ik eens even kijken, hè. Dit is wel aardig afgekoot, hè. Ah, leuk. Ze vinden die wel lekker, hè. Ja. Zo babysnoep vang je ook, man. Dat is minimaal. Heel veel van die kleintjes. Bobby. Ja. Ja, die zijn allemaal uitgekomen. Dus ik begin er nu een beetje te jagen. Hoppa. Hoppla. Een groene. Twee blaadjes. Nou, laat maar zien. Twee blaadjes. Zit erachter? Ja. Zijn die kolk? Nee. Nou, weet ik niet. Ik kan hem nu niet zien. Hoor je of? Ja, gewoon maar. Oh, het is echt veel snoek hier, zeg. En daar lag hij. Eén heel lange worp hier maken. Zo mooi zijn dat ik zo'n afstand de vis vang. Lekker lange dril. Zeg je? Oh! Oh! Hoppla! Vet! Het zou wel mooi zijn als. Ja, je kan ook daar staan. Dan breng ik hem daar even heen. Is veel makkelijker. Wat je wil? Oh, hij is mooi getekend. Super cool. Ah, rustig aan. Super cool. Heel mooi vis. Ja, is heel mooi. Lekker maat. Woe! Ik kom al naar jou toe, ja? Zo, over die ogen kijken. Wow. Moet het oog kijken. Huh? Een raar oog. Apart zeg. Laat hem eens even mooi zien voor de camera. Kijk, snoekje nummer 1. We hebben de eerste vis binnen. Ik hoef mijn handen niet eens vuil te maken. Dat is ideaal. Mooi man. Zet jij hem terug voor mij? Is goed. Ja? Mooi visie. Hou nog eens een handje eronder. Andere hand om. Mooi man. Echt mooi gekleurd is die, hè? Ja, zeker. In je bek kijk je met die tanden. Yes, daar gaat ie. Even over de plantjes heen. Hij is druk, hè? Ja. Zo. Gaat ie. Hey, eerste binnen. Volgens voor jou. Hoppatee, eerste snoekie. Mooi. Ik had ook wel het idee dat we hier snoek zouden gaan vangen. We hadden al 4 keer beet gehad. Dus dat gaat best goed. Nou, nu 5 keer. Man. Lekker man. Toppie. Hoppatee. Toppie, toppie. Toch weer op mijn favorietje, hè? Volger. Volger? Ja. Hey. Ja.
Net zo'n zoals die jij had. Ja, 100%. Dan kunnen ze ook naar dat grasveldje. Dan kan je wat dichterbij staan. Misschien makkelijker. Zal ik achter je aanlopen? Maak hier maar even een worpie. Straatvissen. Abel houdt dus van het straatvissen. Ja! Lekker! 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 Ja! Nice! Huh? Snoekie! Een beetje hetzelfde als net. Mr. Pike. Hopla. Hop. De snoekmachine. Mooi netje, hè? Hey, rustig. Hey. Nou. Wat lekker hard. Je had nooit meer losgekomen. Nee. Kijk eens. Zo, kijk eens. Snoekie nummer 2. Geen monster, maar zeer welkom een vis. Volgende is wel echt voor Abel nu. Wel een mooi visje hoor. Ja. Cool hè? Beetje bezig. Zal die zijn, 60 centimeter of zo. Mooi best. Tof visje toch? Zeker. Laken. 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 Als jij hem vakkundig terugzet via het net. Hé, hey, wat kan jij dat goed joh. Nee. Zo. Hopla. Ja. Hé, hey, lekker bezig. Lekker man. Nou, maak jij nog eens even één worpie. En laat eens even zien, wat doen we? Wat is de tactiek, techniek? Hoe vissen we? Met een spinnerbait. Van Nees. Ja, eens gaan uitwerpen. En dan draaien voor aan het oppervlakte. En dat is een beuk voor me slaan, hè? Ja, precies. We vissen een beetje tussen de lelies door. Daar liggen ze. Dus... kijk, nog eentje uit kunnen halen. Nou, we zijn lekker simpel aan het vissen. Dicht rond het oppervlak. Er staan hier nog veel plantjes. Er zit veel witvis tussen. De snoeken liggen eromheen. Gewoon rustig die spinnenbeet. 10, 20 centimeter rond het oppervlak doorvissen. Maar ja, het werkt. We hebben nu 2 snoeken. We hebben een paar aanbeten, een paar volgers gehad. Abel moet er nog even eentje vangen. En dan gaan we de stad in. Wat ziet er zo ziek uit. Vang je ze? Ja. Er ligt hier veel witvis. Je moet... die banken zijn met 2 plekken. Oké. Okay. Maar als je een beetje goed gevist, dan is het er wel uit, hè? Maar je ziet ze zo makkelijk dat iedereen er een vindt. Dus... hier moeten we er eentje uitharken. Ja! Hier moeten we er eentje uitharken. Nou, hoe dan? Ik heb echt een jeugd meer. Ja, dat gaat net. Dat gaat net. Moet ik hem anders pakken, dat jij hem afdrilt? Dat ik heb lange armen. Hebbes. Hebbes. Oh. En hij is los. Nou, maat, nummertje 3. Maar nog steeds geen vis voor jou. Ja, dat is echt niet leuk. Hoe komt dat nou? Ja, weet ik niet. Zal hem even via het net terugzetten. Ja, dat is wel zo netjes. Ja, daar gaat hij. Hey. Lekker man. Nummer 3. Nu moet je wel even je best gaan doen, maat. Ja. Nou, kom op, vissen, vissen. Ja, vissen. Schermen gooien. Ga ik even een nieuw spinnenbeter aan doen. Ja, perfect. Gelijk draaien. Ja, goed zo. Kom op. Ja, kolk erachter. Oh, hij miste hem. Ja? Misschien zit hij nog achter. Ja, kijk de kolk, kijk de kolk. Hij heeft wel zin. Maar... iets meer naar links gooien. Meteen draaien. Ja, meteen beginnen met draaien. Ja, meteen beginnen met draaien. Nu op. Ja, ja. Ja! Oh, gast. Hebben? Ja. Hebben? Oh, wat vet! Lekker gast! Wat ja. Sick! Lekker. Nice! Hoppakee! En dat is hem hè? Ja, dat is hem. Mooi vis! Super nice! Dit is de beste vis hoor! Dat is helemaal onder de planten. Doe maar een beetje deze kant op. Het is niet die grote volgens mij die we net zagen jagen, maar dit was wel heel sick. Heb eens. Hopla! Paf! Oh, heel mooi gekleurd. Ja? Ja, is heel mooi. We gaan een mooi foto maken. Gaan we zeker een mooi foto maken. Als jij een kopie doet? Die kan. Heb je hem? Ja. Ondersteunen mooi. Kerel. Wat kerel. Dat is niet die grote. Nee, nee. Kun je staart iets naar mij toe draaien? Het gast.
Ziek hoor. Dus hij is echt mooi gekleurd. Ja, hij is heel mooi gekleurd. Ik ga even een fotootje van jou maken. Ja, top. Nou, kleine grote vriend. Weer op het spinnenbeetje. Vakkundig onthaakt. Kijk. Kijk eens. Wat een vis. Super vet. Nou, echt klein is hij niet hoor. Hey. Nee. Hopla. Zit u hem terug? Via het net. Haken is niet. Netjes. Netjes hoor. Hey, kijk. Baas. Je vist met een nieuw hengeltje van mij. Ja. Ik heb hem eens laten zien waar je mee vist. Zevers. Dat is wel een heel mooi setje. Echt jongen, dit setje. Ik heb de laatste tijd meegevist. Ik heb laatst ook een hele mooie stoek meegevangen. Echt een super grote. Super licht setje. Dit is een curado met een curado. En deze rail is een DC, een curado DC. En dat houdt in dat die digitaal geremd wordt. Digital control is het volgens mij. Je kan veel, veel verder hiermee gooien dan met een normale rail. Je hoort het ook, er komt ook geluidje af. Ja, worpen van 40 meter kan je gewoon mee maken. Met een klein spinnerbeetje. Spinnerbeet die vis je gewoon net dat je hem kan zien onder het oppervlak. Zeker in zo'n ondiep watertje als dit. Staat maar 40, 50 centimeter. Ja, het is echt niet normaal hoe ver je hiermee kan gooien. Het maakt het verschil tussen een spinmolen en een rail wat kleiner. Je gooit gewoon veel verder. Vis lekker. Kost wel wat. Zo'n reeltje kost volgens mij 220, 240 euro. Maar ik moet zeggen, dat is hier wel waard. Ik mis een snoek. Ik mis een snoek. Serieus? Ja. Ja, ik heb hem. Blijf aanbeet. Oh, los. Nee. Nee. Lachen nu. Lekker pik. Nou, ik wou net zeggen, we gaan hier weg. We gaan even streetvissen. Ja, we zijn nu natuurlijk eigenlijk al aan de streetvissen, maar niet echt zeg maar in de stad. We gaan nu wel de stad in. We hebben genoeg snoeken gepest. Ah, wij, fantastisch. We gaan lekker naar de automaat. Ja, is goed. Zo alleen nog die ene snoek die daar lag? Ja, die gaan we nog even vangen. Die gaan we nog even vangen. Het is tijd om even wat te gaan eten. Ja. Dit is wel cool. Dit was wel cool. Abel! Daniel! We gaan nu door naar het volgende hoofdstuk. Street fishing. Jouw specialiteit. Ja, dat is echt leuk. Het is het leukste wat er is, toch? Zeker. Wat vind je het mooiste aan street fishing? Die harde tikken. Ja? De vissen. En het is wel leuk eigenlijk, de stad. Lekker in de stad, ja. Veel mensen, ja. Druk. Zagen we heel veel vissers hè net? Ja, oefenen voor het WK hè? Ja, ja want volgende week is hier in Zwolle het WK. Jullie zijn bij deze uitgenodigd om te komen kijken. Vrijdag en zaterdag wordt er gevist. Dagen ervoor wordt er geoefend. En er zijn zelfs tijdens de wedstrijddagen ook is er een soort van kinderevent vanuit Sportvisser Nederland. Kan je voor inschrijven, linkje staat hieronder in de beschrijving. Dus kom gezellig, kom ook gewoon lekker kijken bij het WK, is hartstikke leuk. Geloof 11 verschillende landen nemen tegen elkaar op. Misschien inmiddels meer, durf ik niet te zeggen. Ja, wordt hartstikke tof, ik ben er zelf ook bij. Dus als je vrijdag en zaterdag hier rondloopt, ik loop hier ook rond. Kunnen we misschien even hoi zeggen tegen elkaar, wie weet. Ik ben dan ook lekker aan het filmen voor Sportvisser in Nederland. Maar vandaag dus met Abel. Ja. En deze man, hè, dit is gewoon een legend. Goeie streetfisher, net een mooie snoek gevangen. We gaan nu even snel wat eten. En dan gaan we even naar zijn skills kijken met de jiggen. We gaan gewoon even kijken of we het moois kunnen vangen. Maar dat moet gewoon lukken. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het gaat lukken. Ben je er een goed gevoel bij? Ja, denk ik wel toch? Ja toch? Lekker zonnetje. Mooi. Goed. Gezonde hap halen. Ja, zeer gezond. Dan zijn we lekker bezig hoor. Ja, maar ja, we moeten er wel eten. En we hadden nog niks gegeten, het is al bijna 2:30. Ja. Dus dat is niet goed. Nee. Nee. Hey. Hey. Eet smakelijk hè? Ja, bedankt. Wel echt gezond weer, hè? Ja, heerlijk. Kijk eens, frietje. Lekker hoor. En broodje. Alsjeblieft. Dank je. Nou, is maar. Groter de vis. Oeh. Kijk, het niet water. Kijk, dit is een mooi plekje of is dit een mooi plekje? Nou, zullen wij hier eens even proberen een mooie vis uit te finessen.
We hebben nog een uurtje de tijd om te vissen. Dan moeten we helaas weer terug. Ja. Maar we hebben natuurlijk al een paar hele mooie gevangen. Maar het zou mooi zijn als we nog even... snoepbaarsje of zo. Ja, precies. Echt streetfishing manier. Eentje vangen. Maar mensen vergeten altijd dat, zeg maar, wat wij net hebben gedaan, zo in de stad, maar dan in zo'n parkje, dat er ook gewoon bij hoort bij streetfishing. Ja, tuurlijk. Dat is ook in de stad. En dat kan ook een tactiek zijn, dat je zeg maar eerst probeert een snoek te vangen. En daarna hier zo in de stad zelf. Ja. Ja. Nou, snoepbaars vaak ook. Nou, snoepbaars vaak ook. Ja, dan. Hij ligt daar, helemaal tegen de brug aan. Deze worp ga ik eentje vangen. Klein baarsje. Ja, ik tik. Ja. Ik zei toch, ik kreeg je vangen. Ik zei je toch, ik kreeg je vangen. Kijk. Kijk, wat een monster op die nee split. Hij is bijna net zo groot. Hij is inderdaad bijna zo groot. Ik zei het, hè? Ja. Deze worp ga ik een baarsje vangen. Doei. Hé, hey, tik hem aan, hé. Street fishing. Okay. Doe de max. Ja, hangen? Ja. Hey, dat is wat leuk. Nummer 2. Wil je er ook zo een? Ja, natuurlijk ook, ja. Ja, deze vreten ze wel op. Ze worden iets groter. Mooi jongens, een veestaartje. Kijk eens. Dankjewel, chef. Perfect. Top. Gaat hem worden, hè? Lachen dit. Hé, hey, die is best groot hoor. Kijk. Oh, hele schoolgest. Kijk dan. Oh, mooi dit. Kijk. Kijk die vis hier. Kijk hem. Oh, is niet omhoog. Ja, hij heeft hem. Oh. Hij wordt telkens gepakt. Moet je kijken, joh. Oh, dik. Wat voor mooie. Gewoon spinnen. Gewoon een beetje. Zo, dat was vet. Ja, gek. Ja, vangen. Ja, lekker. Een dikke erachteraan, hè? Oeh, los. Jammer. Cool dit. Oeh, kijk, komen ze. Oh. Nee, joh. Ze eten hem helemaal op. Dit is echt ziek, ouwe. Ze eten hem helemaal op. Nee. Zo, deze vinden ze lekker. Zo, ja, dikker. Oh, nice, gast. Lekker. Nice. Lekker, man. Deze wil ik wel even goed zien. Zou ik doen? Dat is een mooie. Oh, ik had er ook een. Al voor, ik wil hem even goed filmen. Kom aan. Goed chatje of niet? Zo. Lachen dit. Lekker, cool. Man. Zo. Lekker, man. Vet. Zet die. Dit, ouwe. Hey. Lekker, man. Goed chatje. Ja, zeker. Cool. Dat was niet normaal wat er net gebeurde. Hele school erachteraan, hè? Ja. Hier, laat jij nog eens even live zien hoe je dat doet. Even zeggen. Beetje jikken. Je voelt ze vanzelf tikken, hè? Ja. Ja. Oeh, mis. Apart, hè? Dat is een chatje wat gewoon geen actie heeft. Dat het zo... Ja, hangen. Lekker, man. Oh, mooie. Oh, ik kom er heel veel achteraan. Wacht, ik ga dubbelen. Wacht, oh. Dubbelcatch, kom. Kan. Ja? Ja, oh! Goeie ouwe. Dit is voor een wedstrijd, dat is supervis. Ja, dit is echt top. Weer op een kleine shitje. Geheime plek, hè? Op de geheime plek, ja. Ah, mooi man. Super. Heel dik. Ja, maar mag terug. Zo. Cool dit. Dag meneer Baars. Hé, hey, dit ziet er dik uit. Zie hem liggen dan. Ja. Hé, hey, baas. Jij vangt echt de mooiste. Hoor. Nou, hé, hey, dit gaat vet. Lekker. We gaan alleen maar snoepbaars. Ja. Hij gaat hem pakken. Ja, hou maar. Serieus? Yep. Dat aasje nog groter dan die vis, joh. Vet, hè? Dacht hij echt dat hij hem kon pakken? Ja. Dan doet hij dat ook gewoon. Zo, kerel. Zo, staan we dan. Dat was hem. Zeker. We gaan goed gevangen. Ja, we hebben lekker gevist. Zeker weten. We hebben niet heel lang gevist, maar we hebben wel echt lekker gevist. Ja. Mooie vissen gevangen, snoeken, baarzen. Ja, alles. Echt lekker.
Zeker. Ik heb nog een klein leuk dingetje. De spinnerbait waar ik het liefst mee vis, die nee-spinnerbait. Ik ga er 2 weggeven. Tenminste, nee, we gaan het anders doen. Abel gaat er 2 weggeven onder zijn volgers op Instagram. Ik denk namelijk dat deze grote vriend hier zo in de toekomst nog wel een hele goede bekende visser gaat worden. Wie weet. Maar in ieder geval, ik ga hem een klein beetje helpen met zijn Instagram laten groeien. Vind ik leuk. En hij post heel veel supermooie vissen. Dus volg hem even. Link staat hieronder in de beschrijving. En dan geven wij volgende week zondag, deze kant op maat, geven wij 2 spinnerbaits weg. En jij mag uitkiezen of je die aan één persoon geeft. Of dat je 2 mensen 1 spinnerbait geeft. Dan stuur ik ze op per post. Ja. Wat wil je? Nou, doe maar 2 bij eentje. Toch? Ja, is goed. 2 mensen die winnen een spinnerbait. Ik heb er niet meer zoveel. Dat zijn mijn favoriete aasjes, dus ja. In ieder geval, wat zeg je? We hebben vandaag alle snoeken opgevangen. Ja, we hebben vandaag zeker alle snoeken opgevangen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop jullie te zien volgende week, vrijdag of zaterdag. Jij bent er niet bij, hè? Hij moet naar school. Ik ben er wel. Zaterdag ook. Ik hoop jullie daar te zien. Geef een likeje, abonneer je onder. Check even de linkjes over het WK, meer informatie. En ja, ik zie jullie graag aankomende woensdag om 7 uur bij de volgende video. Mazzel! Doei!